Ik ben hier in de Pieterskerk bij het graf van Snellius. Snellius is een 16e eeuwse wiskundige, Leidse wiskundige, die natuurlijk bekend is om de brekingswet van Snellius. En minder bekend is dat ook hij, net als Ludolf van Keulen, die hier ook ergens in de Pieterskerk begraven ligt, 35 decimalen van pi gevonden heeft, op een snellere manier dan Ludolf van Keulen dat heeft gedaan.